Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaags video gaan we het hier wel hebben over de Nintendo 64 Kirby Edition. Die ik heb gekocht van een mede YouTube creator hier in Nederland. Ja, Fistbump Bro heeft namelijk een unieke Kirby gemaakt. Ik ben zelf een super groot Kirby fan. En we gaan in ieder geval daar eens naar kijken wat we gaan krijgen. En we gaan uiteraard ook wat games spelen en praten over de Nintendo 64 games. Kortom, ik wil je welkom eten bij de Wicked Dutch Gamer. Het is ieder wel leuk dat je weer kijkt. Ik heb best wel een leuke deal kunnen krijgen bij Fisbum Bros. Ik heb deze goede jongen gecontacteerd om te vragen of dat hij zijn Nintendo 64 wilde verkopen aan mij. Ik ben namelijk een groot fan van Nintendo 64 en Kirby en ik denk deze combinatie is gewoon perfect. Dus inderdaad, na een tijdje zei hij toch van ja, ik heb te veel consoles en ik wil hem toch graag aan je verkopen, want je bent een groot fan hiervan. De console zelf was destijds gewoon vies en ja, dat is natuurlijk door al de jaren heen gebeurd. Maar in ieder geval, daar gaan we het niet over hebben, want zo ziet hij er niet meer uit. Nee, zeker niet. In ieder geval, in de bundel kregen we twee controllers. Daarna kregen we ook alle benodigde spulletjes, zoals een AV-kabel, een voeding en wat videogames. Daarna hebben we hier uiteraard de Nintendo 64. De twee controllers, moet ik zeggen, zien er nog best wel goed uit. Ik zal ze een klein beetje moeten schoonmaken. Ik weet niet of ik ze uit elkaar ga halen, Maar de joystickjes zelf zijn nog heel erg goed. Want dat is iets waar je even op moet letten. Koop je een setje. Kijk gewoon even op de foto. Als de pookjes namelijk helemaal lam zijn, moet je ze vervangen. En kan best wel een dure aangelegenheid zijn. Soms kan je beter wel eens een alternatieve controller kopen. Die zijn er ook nog wel. Maar goed, hey, waarom niet zo is, dan heb je van net als hier twee goede joystickjes. Ik zie wat slijtage, maar we kunnen er hier wel een tijdje mee spelen, dus dat is mooi. Dus deze twee gaan in de collectie. Ik kan je genoeg controllers hebben voor de rest? Ja, moeten we daarna nog eens een beetje gaan poetsen. Laten we eens kijken naar de games. Harvest body ja, ik moet ik zeggen, ik vond het nou niet echt een geweldig spel. Ik kan me goed herinneren dat deze destijds, toen het einde van de, de Nintendo 60, aankwam, toen was deze ook heel goedkoop. Een paar pleuren kon je die de kon kopen. Extreme G, dat is uiteindelijk mijn derde game die ik ooit heb gekocht van de NV60. Destijds moet je vertellen, Wipeout vind ik absoluut beter en natuurlijk Super Mario 64. Ik moet zeggen, volgens mij, ik hou niet zoveel van de, die transitie van 2D naar 3D. Maar Super Mario 64 was gewoon super vet. Ik heb deze game ook helemaal kaal gespeeld. Dus ja, dat zijn toch wel van die titeltjes. Die vond ik echt wel leuk. Nou, in ieder geval, dan hebben we hier de Nintendo 64. Ja, 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 ja daar gaan we eens eventjes uitpakken. Hij heeft hem goed ingepakt. En daar is hij dan met zijn blaaie bakjes. Ik vind het wel heel erg leuk gelukt. Helaas wat ik wel snel zag. En dat had ik ook in een originele video destijds gezien. Er is een kleine paint job flaw. Uh, ja het is een beetje jammer. In principe had hij het naar mijn idee toch even. Een klein voorzichtiger opnieuw moeten opschuren. En eventjes opnieuw moeten spuiten. Maar goed niks aan te doen. Voor zes hebben we er stickers allemaal terug op geplakt. Wat je wel ziet bijvoorbeeld die aan de onderkant heeft hij niet gespoten. Nou ja vind ik dan niet zo'n groot probleem. Maar hij is voor de rest best wel netjes gespoten op een klein tot twee cosmetische probleempjes na, maar goed, weet je, voor mij is het nog niet zo'n heel groot probleem. Ik kan er geval van mijn leven. Ik vond het sowieso een heel leuk concept. Kijk, hier zie je het voor de rest. Ja, goed, dat is het dan. Het is uiteraard ook gewoon een custom-made item. Voor de rest, zoals je hem echt op wellicht op een bepaalde manier je houdt, het gezichtje aan de voorkant ziet er echt geweldig uit. Maar hoe is deze nou gemaakt? Laten we daar het eens even over hebben. Fishbump heeft in ieder geval een volledige video op zijn channel gezet. Waar hij in het Engels uitlegt wat er aan de hand was. En zoals je ziet, zelfs de resetknop zat vast. De uitschakelaar deed het wel, maar ook daar had hij heel veel moeite mee. Kortom, hij was gewoon heel erg smerig. En uiteraard, voor zijn leeftijd kan dat natuurlijk ook wel eens gebeuren. Deze is ergens van in een of andere zolder afgekomen waar echt jaren niks mee is gedaan. Dus het eerste wat hij in principe heeft gedaan is gewoon even met een doek alles schoonmaken. En zoveel mogelijk vuil er in principe af gaan halen. Alvorens hij hem uiteraard gaat opschuren en spuiten. In sommige gevallen zou je als je deze bijvoorbeeld niet wil spuiten, zou je misschien nog zelfs open moeten maken om eigenlijk alles goed te kunnen schoonmaken aan de binnenkant. Want diverse connectors zijn dan in zelfs gewoon zo vies dat je er niet bij kan. Denk aan degene voor de cartridge slot. Zoals je hier ziet, zit er echt heel veel goor in. Heel veel stof. En het is gewoon echt een vieze bende. Ja, in zijn geval, hij moest hem toch gaan spuiten. Dus wat hij hebt gedaan, is even met een spuitbus met druk. Heeft hij in principe alles schoongeblazen. Dat is wel het eerste en het makkelijkste om te doen. Daarnaast, ik heb zelf een compressor. Dus dat vind ik persoonlijk ietsjes makkelijker. Gekregen, want iets meer druk, kan je goed blazen. En vooral tussen de connectors voorzichtig zijn. Daarnaast ja, heeft hij natuurlijk alles moeten demonteren. En wat moet ik zeggen, dat is uiteraard wel wat je moet doen als je een custom console maakt. Ook voor het schoonmaken. Maar daarnaast is het ook super ideaal. Dus we gaan in principe alles gaat hij uit elkaar halen. Houd er wel even goed alle schroefjes bij en weet waar je ze uiteraard terug gaat plaatsen. Desnoods maak een foto met je telefoon zodat je weet hoe alles in elkaar heeft gezeten. Ondanks het niet echt een complex product is, kan dat altijd wel even handig zijn. Vooral bij het spuiten duurt het uiteindelijk wel een paar dagen om hem terug in elkaar te zetten. Nou ja, ook de onderkant onder het moederbord was die heel vies. Daarnaast heeft hij geprobeerd om alles netjes te demonteren. De knoppen werden eruit gehaald en zoals je ziet de resetknop was gewoon zo vies. Dat hij gewoon helemaal vast was gekookt met alle stof en vatsigheid wat ertussen zit. Ook de geleider heeft hij in principe verwijderd. En uiteraard, deze moet ook verwijderd worden. Dat is het stofkapje voor de cartridge slot. Dan haalt hij de IO-shielding eraf. Ook deze worden helemaal netjes schoongemaakt. En met een tandenborstel heeft hij het eventjes nog nagepoetst met pure alcohol. Daarnaast moet je ook even alle condensators even checken of dat geen kapot zijn of lekken. Uiteraard de controllerpoids moeten goed schoongeblazen worden, anders blijf je problemen krijgen met het verbinden. En daarna alles nog een keertje schoonmaken. Ja, dit is eigenlijk een helskarwei. En als dat in principe gedaan is, dan kunnen we zo meteen gaan beginnen met het schuren. Ja, uiteraard wat ook niet onbelangrijk is, is natuurlijk eventjes met een doekje en wat even in de watstaafje heel voorzichtig de connector schoonmaken. Want deze zijn ook vaak vies. En als je dat ook het spel schoonmaakt, maar niet de connector, zal het dat nog steeds een probleem geven. De spelletjes worden schoongemaakt. Allemaal met pure alcohol en een waterstaafje. En dit is echt geweldig. Hoef je vrijwel nooit meer te blazen. Daarnaast moet je ze uiteraard wel goed opbergen. Want anders komt er gewoon weer stof in. Zoals je ziet, zit er heel veel ranzigheid in. Nou, daarnaast heeft hij alles lekker schoongemaakt. Nog een keertje. En later heeft hij ze allemaal nog een keertje geschuurd. Maar laten we ze even schoonmaken. Want dat is uiteraard belangrijk. Dan mag geen vuil onderkomen. De console is lekker schoon, maar wat we gaan doen in ieder geval, hij heeft hem van voren het logo even verwarmd. En daarnaast kon hij hem voorzichtig verwijderen, want die moeten daarna uiteraard weer hergebruikt worden. Dat geldt ook voor de stickers. Goed verwarmen en vervolgens heel voorzichtig lostrekken. Nou dan moet ik zeggen, als je kijkt naar het resultaat nu, is dat best wel goed gelukt. Want het is natuurlijk wel leuk om de originele stickertjes en voetjes allemaal weer te hergebruiken. En vervolgens de console weer zo origineel mogelijk te maken. Dan even vervolgens, de volgende stap uiteraard is om helemaal op te ruwen. En uiteraard, dan weer helemaal af te spoelen. Zodat er geen stof van het schuren overblijft. blijft. Want als je hem namelijk goed opruwt, blijft hij natuurlijk prima. Zullen we zullen waarschijnlijk ook een primer moeten gebruiken. In combinatie met daarnaast de naaste kleuren diverse lagen. Kortom, hij heeft alles gespoten. En op zijn originele channel zal je de Engelse video zien waar hij in principe alles laat zien hoe het proces voor de rest is gelukt. Minimunchies.nl en shout out naar jou, want jij hebt het echt prachtig gemaakt. Jij hebt ervoor gezorgd dat deze console compleet werd met het leuke gezichtje. Een andere kleur is zeker leuk, maar het gezichtje maakt het gewoon helemaal af. Ze heeft hem perfect erop geplakt en daarnaast heeft ze ook netjes alles uitgesneden met een vrij scherp mesje. Zodat je de expansion pack klep gewoon open kunt doen zonder dat je enig ja, moment een sticker kan beschadigen. Dan heeft ze ook nog voor zorgen met speciale lijm dat de stickers netjes op hun plek zitten. Dus helemaal toppie en op deze manier is die helemaal netjes af. Het resultaat mag er dan zeker ook wel zijn. Weet je wat het is? Hij heeft netjes alles gefixt. En voor de rest is het gewoon een heel leuk item. Sowieso om je videogames mee te spelen, om ook gewoon uiteindelijk lekker gewoon in de kastje neer te zetten om naar te kijken. Voor de rest hij kwam met een expansion pack. ben ik super blij mee. Want heel veel games die ik in mijn collectie heb, hebben allemaal een expansion pack nodig. Voor de rest eens wat ik wel merkte: dat de aan en schakelaar, Oeh, Die gaat wel heel zwaar. Maar dat heeft te maken met de paint die ertussen zit. Misschien kan het wel zelf zijn dat die uiteindelijk wat makkelijker gaat. En het ledje is gewoon rood. Vind ik op zich niet erg. Maar kan je misschien ook wel eens keer modden. Voor de rest. Videogames werken voor de rest allemaal toppie. Dus hartstikke leuk. Voor de rest zijn er geen modificaties gericht aan de hardware. Dus hij is voor de rest nog gewoon helemaal origineel. Dus gewoon echt puur een optisch wat hij in principe heeft aangepast. Maar de reden waarom ik dus een Kirby NV60 kocht, zeg je al eerlijk, ik ben een heel groot fan van dit NV60. Ik heb dan ook wel een leuke kleine collectie als het gaat met diverse videogames die ik in de afgelopen jaren heb gekocht. Er zijn heel veel toffe games uit op de NV60. Eh, sommige mensen houden meer van de Sega Saturn, de Sega Dreamcast of de PlayStation 1. Iedereen heeft uiteraard een voorkeur, maar voor mij niet alleen de herinneringen, maar ook de games zijn gewoon echt wel leuk. We hebben een Doom 64. Tuurlijk zijn heel veel games gepoord naar de NV60. Dan hebben we ook nog games zoals een Blessed Corpse die heb ik trouwens helemaal kapot gespeeld. Die was echt geweldig. Uh, dat is even een klein voorbeeldje wat normaal grappig is Road Rash. is ook een game die ik op de PlayStation heb gespeeld. Hebben ze dus uiteindelijk gepoord naar de N64. Ja, we kunnen nu nog wel een tijdje zo doorgaan. Commander Conquer was eigenlijk een soort remaster versie eigenlijk. Ja, er zijn zoveel goede games op uitgekomen. En natuurlijk N64 stond erom bekend dat er namelijk ook gewoon vette games zijn die je met z'n vier kon spelen. Dat vond ik toch echt wel een key feature die ik miste bij andere spelcomputers. Kijk, Micro Machines bijvoorbeeld. Er waren gewoon cool, to cool games. Die kon je gewoon lekker met z'n vier spelen, met vrienden op een feestje. Oh ja, nou ja, goed, ieder wil dit. Deze game, daar hebben we het al over gehad, is niet zo boeiend. Bijvoorbeeld Lylat Wars had dus ook zo'n optie. Had je spel uitgespeeld, kreeg je op een gegeven moment gewoon allemaal speciale voertuigen. Mijn neefje had het voor elkaar gekregen, dat weet ik nog heel goed. Ja, was super vet, kon een met de tank. Iggy Wragging Ball, het, het spel was grandioos, vond ik zelf. Leuke muziek, vrolijk. Kortom, ik kan niet uren over praten van mijn favoriete games. Want er zijn er zoveel, van een Mortal Kombat tot een Iggy's Wragging Ball, noem het maar op. Kortom, ik vind de N64 een geweldig spelcomputer. Dat is wel duidelijk nu inmiddels. Ik ga lekker al die spelletjes even schoonmaken. Weer wat games even spelen van vroeger. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Kijk even naar de channel van Fisbum Bros. Hij heeft veel meer gave modifications gemaakt. Die jongen die kan echt van alles. heb Ik wel gemerkt. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jou weer de volgende keer.